That feel good! Laat maar zeggen, degene die voor me startte, ja, die haalden we in. Dus super veel last van stof en mist. Daarna de tweede proef, helaas problemen met het blok. Hij schakelde niet meer. Dat heb ik gerepareerd onderweg. En de derde proef, enorm veel last van stof. En het is natuurlijk nacht, met die lampen zie je helemaal niks. Dus ja, we zullen zien of het morgen beter gaat. Begin helemaal, ja, gewoon helemaal ruk. Eerste proef, 6 minuten verloren, lekker band. Ja, toen ja, het was het eigenlijk al voorbij om algemeen nog en op het podium te komen in de R3-klasse. Dus toen zijn we gewoon begonnen om goede tijden te rijden en zijn we op de eerste proef hebben we gewoon flink aangezet. Helaas daar ook weer wat pech met banden. En toen de tweede keer op de militaire basis flink gas gegeven. En ja, toen een super tijd gereden, 12 algemeen en vooral die DS3's. Ja, en voor de rest eigenlijk al super gegaan qua tijden. Dankeschön für die Teilnahme des holländischen Teams und wir haben eine